Buenas tardes, friend. What at it? Hey, all ye friend from Bolivia and Paraguay. Ik heb jullie al bijeen met video's gewezen van presa. Maar ik kan houden met een grote presa op video's die meer niet met mijn clean presa. Ja, dat krijg je wel roos. Ik hou met kleine presa op video's die meer niet met mijn grote presa. Voor de eerste week in de kornshop van boven wezen. Hier zijn we op een presadom. En ik hou de kornshop van boven bezien. Hier wou de camera omdraaien en alles waar. Oké, zijn. Dus de presa en dus de kornshop. Oh, het is wel wel lekker. Maar doe ik hier de kornshop van boven bezien. Hij is daar. Storm is met hij als de als grote karn is hier naar voren dan kon hij van de karn stoppen zijn. Maar hier kan je een kleine presakje zijn. Mira, mooi chiquito. En wat heb ik kon deze presa zijn? China je doei. Je behoorst je zaai 15, 20 meter diep. Want hoe reken dat? En wat ik hier nog voor interessant heb, zijn dat en fijne geduid haal ik zo. Mij hier het niet duidelijk, want hier zal zoveel waterbaan zijn, bloos van regen, maar ook kan we zijn dat je hebt het van die Marifa pressafval gepomp. En dat haal ik zo, is een zeer goede geduid. Regen die dus even is, dan gaan ze hier zo pressafwater en dan kan ze dat op een stap lang pompen te wasseren. We hebben niet zo veel in de barms pompen. Maar in camera moet proberen nu dat te horen. We kunnen zijn dus de pomp op een Marifa-dom. En Jans hier in de dom dus de Marifa wat tussen kampen en kampen aan het draaien is. Wat ik in het grootste video wezen daar, waar de brei-ei knijt weer. Dat is van die deenstroomwater. Je hebt het hier een presa naar je pomp met een elektrische pomp. Está mucho muy bueno. Jetzt mein kleines Pressetje, ne? Ein paar Liter Wasser gleich haben sie hier mit Wasser, wenn sie ab 1, 2 waren Kornwasser. Das Jahr, nächstes Jahr, die Winter hohe Wasser, was immer sie, die Winter noch hakeren dann. Gracias.